het tweede teken van de broden. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden: maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. En ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. En de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de fariseeën op hem af. En ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Maar Jezus slaakte een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: pas op, hoed je voor de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij: waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken brood hadden jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij: begrijp je dit dan nog niet?